Zo. Jongens, het is prachtig weer. Het is zondag. En ik ben in de Bourgogne voor mijn werk. Ja, ja, ik heb feestelijk werk, ik weet het. Maar ik ben hier omdat ik wijn ga ophalen voor de clubleden van Winesourcing. En ook nog voor een aantal restaurateurs. Saint-Véran, Pouilly-Fissé. Afijn, u weet het wel waar ik ben. Want u ziet het nu al daar. Kijk, de Solutré, bekend en berucht. Al meer over verteld. Maar het is hier zondagmiddag. Het is doodstil in de streek, want al die Fransen zitten natuurlijk in een restaurant. En geef ze eens een ongelijk. Ja, en als je hier dan aankomt, zit ik zo in de auto te bedenken. Er schijnt hier in de streek een dorpje te zijn dat heet Chardonnay. Ja, de druif. Maar er zijn hier ook natuurlijk alleen maar Chardonnay druiven in die streek. Nou zou ik wel eens willen weten, de kip en het ei. Wat zou er eerder zijn geweest? Is de druif naar het dorpje hier in de streek genoemd? Of is het bij toeval zo dat het dorpje naar de druif van de streek is genoemd? Dat gaan we uitvinden. En wie kunnen we dat beter vragen dan Pierre zelf? We gaan hem opzoeken, een glaasje wijn bij hem drinken, de auto volladen. En ik denk dat ik nog wel even in de streek blijf, het is veel te lekker weer. Pierre, bonjour. Bonjour. Bien ici, bien être ici, super. Printemps, 24 degrés. Oui, soleil. Het is prachtig weer, zoals ik net zei, 24 graden. Ik ben bij Pierre om de vraag te stellen over l'œuf ou la poule. Want we willen weten, qui était au début le village de Chardonnay ou le cépage Chardonnay? Alors enfin, je pense, moi, oui? C'était le village Chardonnay. Dus, hij zegt, waarschijnlijk is het dorpje Chardonnay hier het eerst gekomen. Et tu penses que le cépage Chardonnay? Il est né à Chardonnay. Ah oui? Je pense. Blinde proeverij in het dorp, le Saint-Vincent. Saint-Vincent. C'est une dégustation à l'aveugle. Voilà. In een blinde proeverij heeft hij met Saint-Véran en Pouilly. Nou, que Pouilly. Pouilly-Fissé. Goud gewonnen in het dorp. En de trofeeën staan hier in de kelder. Dus die laat ik jullie even zien als bewijs. Leuk, hè? Kijk. En zo ziet dat eruit. Dat zijn de trofeeën voor beste wijnmaker van het dorp Versizon in het jaar 2016. Kunnen jullie volgend jaar om deze tijd in het glaasje hebben? Zorg ervoor. Mm-hmm.